Doden uit het Oosten. Een hoorspelserie in 24 delen naar de gelijknamige roman van Jan Willem van de Wetering in de bewerking van Anna Bosman. Regie Meijner ter Goede. Deel 18. Acht kilo heroïne, meneer. En volgens verdovende middelen van de allerbeste kwaliteit. Mooi zo. Feliciteer namens mij, hè. Prima vangst, dank je dan. Hallo. Hey. Ik dacht dat ik niet naar me toe zou komen als je dat. Was het zo moeilijk kiezen? Stel je niet aan, Cardoso. Als jij de hoer speelt, dan benadruk je als klant omslachtig. Oh, benadruk de hoer altijd zo. U zei dat dat van die paddenstoelen kwam, hè? Mm-hmm. Ik heb ook van die paddenstoelen gegeten, uit hetzelfde schaaltje. Eén verkeerd is genoeg, weet u. Ze worden dikwijls slordig geplukt en ze lijken op elkaar. Ja, ze moet u dankbaar zijn. Adjudant. Hè? Daar, bij die kluisjes. Die Japanen. Hoe weten we dat onze man is? De beheerder geeft me een seintje. Dit seintje dus. Kom in. Meneer, wilt u even meekomen? Politie. Recherche. Ja? Mijn naam is Wo San. De hotelier zei mij dat u een van die buitenlandse heren bent die hier logeren. Wat kan ik voor u doen? Ik zou graag uw chef willen spreken. Oh. Mijn naam is de Gier. Ik ben meneers rechterhand. Is uw chef aanwezig? Ja, meneer. Maar hij slaapt nog. Misschien kan ik u helpen? Nee, meneer de Gier. Ik wil graag uw chef spreken. Het gaat om zaken. Belangrijke zaken. Zaken die met discretie behandeld moeten worden. Ik zal zien wat ik voor u doen kan, meneer Wo. Wacht u hier. Misschien wilt u wat drinken? Nee, dank u. Goed, ik zal zo spoedig mogelijk terugkomen. Meneer de Gier. Wat is dat? Voor de moeite. Dat is erg aardig, meneer Wo, maar deze dienst bewijs ik u niet, maar mijn chef. Oh. Hij moet wel een gelukkig man zijn met zo'n loyale medewerker. Ik zal hem wekken. Meneer? Ja. Meneer? Wat is er, de Gier? We hebben bezoek, meneer. Huh? Hoe laat is het dan? 10:00, meneer. Oh. Wie is het? En meneer Wo San, import-export uit Hongkong. Hij heeft belangrijke zaken met te bespreken. Wat is nou belangrijk? Nou, meneer, zo belangrijk dat hij mij niet wilde zeggen waar het om ging. Zaken die discreet behandeld moeten worden. Oh, interessant, we gaan hier. Ja, meneer. Nou, geef me 10 minuten om op te knappen. Laat het kamermeisje maar het ontbijt boven brengen en vraag of die meneer Wo al ontbeten heeft. Goed, meneer. Wat is het voor een soort man? Eén die mij voor de moeite een biljet van 100 Amerikaanse dollars toeschoof. Kijk eens aan. Heb je het aangenomen? Natuurlijk niet. Nou, voor mij had het gemogen in dit geval. Je bent bewonderenswaardig onkreukbaar. Ja, dat zei meneer Wo ook al. Ja, zeg maar dat ik zo klaar ben. Ja, meneer. Echt niet bij het verhoor zijn, als je dat? Nou, nee, Cardoso. Zet een tintje koffie op en dan stel ik nog een rondje. Klaar, als je dat. Ik wist niet dat je van een rondhanger zo'n dorst kreeg. Ober. Ober. Nog 2 koffie graag. En doe er 2 rondo's bij. Nee, ik hoef niet bij het verhoor te zijn en ik wil het niet. Heb jij ooit een heroïnesmokkelaar verhoord? Nee, adjudant. Ik wel. Als ik het kan vermijden, heel graag. Waarom, adjudant? De getuige is, Cardoso. Ik lees liever het rapportje. Als ik erbij sta, krijg ik altijd de neiging gewelddadig te worden. U had je dat? Ja. Ja, bij moordenaars of zo heb ik dat niet. Al is de moord dan nog zo gemeen. Ja, de mens nieuwsgierig naar de reden. En wil ik weten hoe iemand zoiets heeft kunnen doen. En bij heroïne? Daar ben ik niet nieuwsgierig naar. Dat is altijd hetzelfde. Geld. Handig in die rotzooi met geld. Maak een mensen kapot. Bewust kapot van geld. Elke keer als ik zo'n schoft zie, dan word ik agressief. Nou, daar heb ik anders niets van gemerkt, dat je dan toen hij die jap aanhield. Ja, je moet met je boosheid omgaan. Ik heb het geleerd. Ja, in mijn werk in ieder geval. Nooit boos worden op verdachten. Anders loopt het uit de hand. En voor je het weet word je beschuldigd van mattenpraktijken. 8 kilo heroïne, dat is een mooie vangst. Ja.
Gaan we ze nou vervallen, Antje dan? Ja. Na deze kop koffie gaan we terug naar het bureau. Dan gaan we de boel coördineren. Gaat het vanavond al gebeuren? Tja, het moet maar. Ik had eerst nog een paar vragen die live van het restaurant willen stellen, maar dat moet er morgen maar als we in de cel zitten. Nou, denk je kopje op te kunnen begaan. Ja. Ik zou graag ter zake willen komen, meneer. Graag, meneer Wo. De Gier schenkt meneer Wo nog een kop koffie in. Dank u. Er is mij verteld dat de Yakuza concurrentie hebben gekregen en dat het hen niet mogelijk is gebleken om die concurrentie uit te schakelen. U bent die concurrentie. Te veel eer, meneer Wo. Ik heb nog meer gehoord. Bijvoorbeeld dat hun export van kunstschatten misschien binnenkort afgelopen zal zijn. Persoonlijk kan me dat niet zoveel schelen, ik hou niet van kunst. Maar u handelt wel met de Yakuza. Jazeker, zowel met hun kantoor in Kobe als met hun kantoor in Amsterdam. En ik heb gehoord dat ze daar problemen hebben met de politie. Gisteren is een van hun zendingen onderschept. Dat hebt u vlug gehoord. En nu vindt u dat het Yakuza-kantoor in Amsterdam onveilig is geworden. Precies. Ik neem aan dat u een nieuwe agent zoekt. U bent scherpzinnig. Bent u geïnteresseerd? Ik ben koopman. Gespecialiseerd in kunst, naar ik heb begrepen. Ten dele, meneer Wo, ten dele. Mijn assistent en ik handelen in verschillende artikelen. Ze hebben één ding gemeen. Alle artikelen die wij voeren zijn winstgevend. Mijn artikel is zeer winstgevend. Zeer. U maakt mij nieuwsgierig. Ik heb een monster van mijn artikel meegebracht. Ik ben zeer geïnteresseerd. Goed zo. Kijk u eens. Dat is heroïne. Juist. Heroïne van de allerbeste kwaliteit, meneer. 1 ons. Gratis monster voor u. In Hongkong ligt 10 kilo klaar om verscheept te worden. En u denkt dat uw Amsterdamse agent binnenkort geen zaken meer zal doen? Precies, heel binnenkort zelfs. Misschien houden ze vandaag al op met hun handel. Daarom ben ik hierheen gevlogen. U kunt de partij tegen een aantrekkelijke prijs kopen als u contant kunt betalen en FOB Hongkong levering kunt accepteren. Free on board Hongkong. Dus wij zorgen voor het schip. Juist. En de prijs? Heeft u pen en papier? De Gier. Geef jij meneer Woos pen en papier? Ja, ja. Ziet u, meneer, er zijn dingen die je niet uitspreekt. Zeker. Iedere handel heeft zo zijn eigen fatsoensnormen. Wij begrijpen elkaar zeer goed, merk ik. Zo, dat is een mooie prijs. Ik heb wel meer betaald voor Turkse kwaliteit. Turks? Dit is de allerbeste kwaliteit. Volgende maand heb ik weer 10 kilo voor u en de maand daarop weer. Wij leveren regelmatig en de kwaliteit blijft constant. Geen gebroken geloften, geen klachten. Goed. Wij betalen weer aflevering van de goederen. Mooi zo. Kijk eens. Hier heeft u de helft van dit $100 biljet. Stuur het naar uw agent in Hongkong en geef hem het telefoonnummer door dat op mijn kaartje staat. Is dat uw telefoonnummer? Precies. Ik zal dan een afspraak met hem maken op ieder adres in Hongkong dat hij mij opgeeft. Daar zal ik hem de handel geven tegen betaling van het complete bedrag in Amerikaanse dollars en het halve biljet dat ik u gegeven heb. Wanneer denkt u dat ik zijn telefoontje kan verwachten? Binnen 2 weken. Ik ben 's ochtends meestal bereikbaar. Ik zal het hem vertellen. En meneer Wo, we hebben begrepen dat de Amsterdamse Yakuza hun partijen doorverkochten naar Duitsland. Ze hadden geen contact in Nederland. Nog niet, tenminste. En waarschijnlijk nu helemaal niet meer. Maar wij wel, meneer Wo. En er is weinig aanbod geweest de laatste tijd. Ja, ik weet het. Turkije heeft leveringsmoeilijkheden. Kent u de Duitse markt? Niet zo goed als de Nederlandse, maar ik heb daar wel contacten. Die zullen ons nog wel weten te vinden. U hebt ons tenslotte ook gevonden. Uw manier van zaken doen bevalt me. U overdrijft niet. Ik wens u veel succes met uw eerste partij. Oh, als u me nodig mocht hebben, kunt u me bellen. Ik reis veel, maar ik ben nog nooit in Nederland geweest. We zullen u graag ontvangen. Een goede leverancier zorgt voor tevreden klanten. En de tussenhandel houdt beide te vriend. De Gier, laat jij meneer Bo even uit? Ja, ja. Goedemorgen. En tot ziens, hoop ik. Tot ziens, meneer Bo. D.
Deze handel is winstgevend, maar ook riskant, meneer de Gier. Eén fout betekent altijd de dood. Ik heb dat al vele malen gezien. Ik ook. Misschien niet zoveel als u, meneer Wo. Maar dood is dood. Exact. En de dood trekt niemand voor. Hij heeft ook voor ons gewerkt. Oh. Nou, meneer de Gier, het was prettig kennis te maken. Nou, eens even kijken, cadeautie. Is 12 man. Wij erbij, dus 14. Nou, dat moet genoeg zijn. Iedereen die daar ooit eten heeft gehaald voor die hier in Amstelveen gaat mee. Dat zullen ze knap lullig vinden, adjudant. Ze kunnen goed met het personeel opschieten daar. Dat is dan jammer voor ze. Ja. Ze zullen het ook lullig vinden als ze horen dat die leuke barjongens in heroïne handelen. Ken jij het pand? Ja, adjudant. Mooi. Nou, we gaan in 3 groepen. Goed. 1 door de voordeur. Ja. 1 door de tuindeuren. Mm-hmm. En 1 via het raam in de bovenverdieping. Ja, hoe komen ze daar, adjudant? Gewoon via het dak van de buren. Link. Ja, dat risico moeten we maar nemen. De kans is groter dat beneden iemand de kogel in zijn lijf krijgt, dan dat er een op de dakgoot flikkert. Denkt u dat we het op die manier aankunnen? Ja. Nou, als jij even de wagens gaat regelen, goed. Dan bel ik het huis van bewaring om cellen te reserveren. Goed, adjudant. Hoeveel wagens? 3 en een busje. Ik ga met mijn eigen wagen. 1 busje? Ja, wat dacht je dan? We gaan geen kraakpand overvallen. Denkt u dat het lang gaat duren, adjudant? Nou, met een beetje geluk zijn we rond middernacht met alles klaar. Had je een afspraak voor vanavond? Ja, adjudant. Nou, dat is niet jammer voor je. Ja. Je zult je moeten afzeggen. Oh, trouwens, nou iets zegt. Ik moet mevrouw nog even bellen. Nou, kom, ga dan maar. Goed. Annie? Ja? Met Henk? Ik kom niet eten. Ik moet overwerken. Wat nou? Ik moet helemaal niet altijd overwerken. Zeun eventjes niet. We zijn pas nog op de Veluwe geweest. Ik kom niet eten. Doe die deur dichter hier en kijk niet zo stom. Nee, meneer. Je kijkt alsof ik gek geworden ben. U bent zo vrolijk, meneer. Ja, ben ik ook. Ja, dat begrijp ik niet. Leven, meneer Wo. Dat is een schoft. Ja. En weet jij wat het betekent dat die schoft naar ons toegekomen is? Nee, meneer. Kom dat toch te gier. Denk nou eens even na. Dat betekent dat wij niet naar Kobe hoeven. Er is helemaal geen reden meer om de Yakuza in Kobe op te zoeken, want ze komen vanzelf naar ons toe. Wat is daar zo plezierig aan, meneer? Nou, ik wou niet naar Kobe. Volgens onze ambassadeur is het net zo'n stad als Rotterdam. En in Rotterdam ben ik al een keer geweest. Nou, ik wou niet. En nou hoef ik niet. Want ze komen naar ons toe. Precies. We kunnen rustig op onze kussens blijven zitten. Als de daarmee hoort dat meneer Wo geen tijd meer voor hem heeft, dan zal hij razend worden. Dan mag hij alleen nog maar kopen om in de lokale behoeften te voorzien. De daimyo kan toch proberen een andere handelaar te vinden? Nee, brigadier, die meneer Wo heeft een stevig monopolie, want hij is geen Hongkong-Chinees. Hoe weet u dat, meneer? Simpel. Hoe komt iemand aan heroïne in Hongkong? Door die te importeren. Precies. En waar denk je dat meneer Wo zijn spul vandaan haalt? Uit Burma? Nee, die gaat meestal via Bangkok. Waar vandaan dan, meneer? Uit China. Uit de Volksrepubliek? Precies. En die meneer Wo komt uit China, net als zijn heroïne. Viel me nog mee dat ik geen Mao-pak droeg. Nou, dat moet dan een hele erge klap in het gezicht van de daimyo zijn. Nou en of. Dat hij een kunsthandel in Amsterdam kwijt is, dat is vervelend. Maar kunst is tenslotte een ingewikkelde handel met een onregelmatig aanbod. Maar heroïne is veel eenvoudiger. Je geeft een koffer met geld en je krijgt die spullen. Gaat u er werkelijk op in? Ik bedoel, op het aanbod? Wilt u de heroïne echt laten ophalen? Natuurlijk. Alleen doen we dat niet zelf. Dat laten we meneer Johnson doen. Dat zal hij leuk vinden, meneer. Het is precies het soort klus waar hij heel gelukkig van wordt. Hij mag voor het geld en het schip zorgen. Wij laten dat schip rustig naar Amsterdam varen. En dan mag verdovende middelen verder afmaken. Is het niet slimmer om meneer Wo gewoon in Hongkong op te pakken? Nee, de klanten in Europa moeten op springen staan. Vergeet niet dat de vorige lading ook al onderschept is. U wilt ze lokken. Juist. Met een beetje geluk worden de klanten onvoorzichtig. Misschien komen we er dan achter wie de grote jongens in Duitsland zijn. En dan rollen we de hele boel op. Buitenlandse zaken zal er blij mee zijn. Ja, dit wordt een leuke dag. Help me maar eens overend. Hier, ik ga meneer Johnson bellen. Ik ben klaar, adjudant. Mooi. En ik heb een paar broodjes meegenomen voor onderweg. Hey, prima idee. Zit erop. Half ommetje, eitje. Oh, lekker. Je leert het cadeau zo.
Ja, had je dat? Tja, kijk, dat is nou de creatieve durf. Waar ze het in de wervingsadvertenties altijd over hebben. Nee. Ben je gewapend? Ja, had je dat? Goed zo. Ik wil dat je tijdens die hele operatie contact met mij houdt. Goed. En als het nodig mocht zijn, dan neem jij de leiding over. Ah, dank u, adjudant. Ik hoop dat het niet nodig is, maar goed. Zijn je wachten? Nee, adjudant, maar nou, ik vind het wel een beetje spannend. Wie denkt? Een beetje. Dit is het echte werk, vindt u niet? Ja, nou ja, maar spannend is het niet. Hm. Dit is het soort politiewerk wat heel vervelend is. Nou, ik hoop dat de Yakuza rustig blijven. Ik moet er niet aan denken dat de gewonden gaan vallen. Denkt u dat ze zullen schieten? Nee, ik weet het niet. Ik hoop van niet. Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik met een Japanse heroïnehandel te maken heb. Morgen, Dorin. Goedemorgen, Kiersan. Hey. Zie jij er vrolijk uit vanmorgen? Ja, we hebben net bezoek gehad. Ene meneer Wo, import-export uit Hongkong. Oh, dat was die Chinees die ik net in de auto zag stappen. Wat moest hij van ons? Kunst kopen? Nee, daar was hij niet in geïnteresseerd. Hij handelt wel met de Yakuza. Hij doet uiterst discrete zaken met ze. Of liever, dat deed hij. Heroïne? Precies. En omdat onze grijpstra en verdovende middelen de boel hebben onderschept, zoekt meneer Wo een andere klant. Hij heeft een prachtig contract met ons afgesloten. Heb je al eens eerder met de heroïnehandel te maken gehad? Ja, maar nog niet genoeg naar mijn smaak. Mijn broertje in Tokio is eraan verslaafd. Wat lullig. Hij is in een kliniek opgenomen. De dokter geeft hem nog een paar weken. Volledig uitgeput en vergiftigd. Nee. Meneer Wo is al terug naar Hongkong. Hij moet contact met de Yakuza hebben, anders had hij nog niet zo gauw gevonden. De CIA zal hem wel volgen als hij die heroïne aflevert. Ik denk dat meneer Johnson meteen aan de gang gaat als hij het nieuws hoort. Ik kom ook wel eens in Hongkong. Als ze hem laten lopen, vind ik hem. Ik heb zijn gezicht onthouden. We hebben zijn adres, als het nodig mocht zijn. Weet je, Giersan, waar ik mijn broer de laatste keer vond? Nee. In een betonnen kelder in een nieuwbouwproject. Yes. Daar lag hij al uren en het enige wat hij wilde was naar zijn schoenveters kijken. Hij had niets bij zich, behalve metalen kroonkurks, een injectiespuit, lucifers en een kaars. Ja, en heroïne natuurlijk. Klotig. Hij had zelfs zijn kleren voor lompen verruild. Vroeger had hij een behoorlijk maandgeld, mooie kamer, relaties aan de universiteit, alles. Leven je ouders nog? Nee. Mijn broer en ik zijn de enige van ons gezin die over zijn. Ik zorgde voor hem. Ja, nu niet meer natuurlijk. Nee, er is niets meer om voor te zorgen. Door aan deze zaak mee te werken, doe je wel wat. Ja. Daarom heb ik me ook vrijwillig voor deze klus aangemeld, toen ik hoorde dat het om heroïne ging. Ja, ik begrijp het. Dank je. Zeg, blijf jij vanmiddag hier? Ik weet het nog niet. Ik heb geen plannen. De commissaris wil straks nog even wandelen. Ik heb liever niet dat hij alleen gaat. Waar wil je naartoe? Naar het ziekenhuis. Naar dat Yakuza-meisje? Ja, ze heet Yuiko. Goed, dan blijf ik hier. U heeft geluisterd naar het 19e deel van Een Dode uit het Oosten. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Piet Reumer als Grijpstra, Hans Hoekman als de Gier, Robert Sobels als de Commissaris, Jan-Anne Drent als Dorin, Elsje Scherjon als Yuiko, Hans Dagelet als Cardozo en Guus van der Made als de Vries. Techniek André Jansen en Bram Hengeveld, regie Meijner te Goede.